Al sinds 1911 wordt wereldwijd de Internationale Vrouwendag gevierd. Zo ook in Spoorwijk. Vandaag kwamen in buurtcentrum De Wissel een grote groep vrouwen uit de buurt bijeen. Een verrassend grote opkomst. Ja, het viel mij ook echt op. Ik dacht, wauw, toen ik binnenkwam, dacht jeetje, heel veel verschillende vrouwen met verschillende achtergronden, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat dat ook wel de kracht is van een wijk als Laak. Dat je ziet dat je vrouwenstrijd gewoon echt ook kan verdiepen. Wereldwijd komen vrouwen bijeen niet alleen om de dag te vieren, maar ook om met elkaar in gesprek te gaan over onder andere gelijke betaling voor hetzelfde werk. Bij gelijke salaris voor hetzelfde werk denken we heel vaak alleen maar aan de topvrouwen. Dat is natuurlijk ook zo, hè? Die roeren het meeste de trom. Maar ook als je, wat ik in mijn speech ook zei, ook als je schoonmaker bent ergens, dan zien we eigenlijk hetzelfde. Dus ook de hoge opgeleide, maar ook laag opgeleide vrouwen lopen bijvoorbeeld aan tegen het feit dat ze minder betaald worden voor hetzelfde werk. Ook fotografe Mieke Slaman, die al 30 jaar vrouwen en hun strijd volgt, was aanwezig met een tentoonstelling van haar werk. Ja, het is voor mij heel belangrijk om als fotografe te laten zien wat vrouwen zoal doen en dat vrouwen niet stilzitten. En dat wij voor heel veel verschillende onderwerpen, zoals armoede, seksueel geweld, publieke ruimte, werk, zorg en welzijn, dat voor mij hele belangrijke onderwerpen zijn om daar aandacht voor te vragen. En vrouwen hebben daar natuurlijk altijd heel veel aandacht voor gevraagd. Ik ben wel heel blij dat de Internationale Vrouwendag ook echt ergens over gaat. Hè? Het is niet alleen maar een feestje. Het is ook solidariteit met elkaar betuigen. En proberen de krachten te bundelen en te kijken van hoe kan je dingen op de agenda zetten. Wij staan in de Haagse Hogeschool. De docenten, de vrouwelijke docenten die daar werken, krijgen nog steeds minder betaald dan de mannelijke collega's. Het is te gek voor woorden. En morgen, op 8 maart, is er in de Sociëteit de Witte, wat voorheen altijd voor mannen alleen toegankelijk was, is er een heel groot debat over die ongelijke beloning met Jet Bussemaker en Mariette Hamer. En om 12 uur wordt daar het beeld van de werkende vrouw onthuld op het plein. Het is, en ook het thema seksueel geweld, dat is verschrikkelijk. 1 op de 5 vrouwen heeft te maken met geweld. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En het lijkt wel een taboe om daarover te praten en dat het onder het tafelkleed wordt geveegd.